Het EFS College COVAP heeft vandaag 49 nieuwe geslaagden afgeleverd. Het gaat om studenten van de basisopleidingen tot verpleegassistent, ziekenverzorgende en mbo-verpleegkundige, gespecialiseerde opleiding en hbo-opleiding verpleegkunde. Angela Wallerlei Kumbangsila, directeur van het EFS College COVAP, drong bij de geslaagden erop aan om door te studeren. Vooral de geslaagden van de basisopleidingen moeten zich verder laten scholen. Er is veel meer dat je kan doen. Hier zitten er ook 17 op C3 gynaecologie verpleegkundigen die dus naar hun basis ook door zijn gegaan. Vanuit de HBOV kan je ook verder studeren. Dus rust even uit, even bijkomen van alle stress, worries en gedoe. Maar rust niet te lang uit, weet je, dat je 10 jaar gaat uitrusten of 5 jaar. Een jaar, twee maximaal, dan zijn alle stresslevels mooi gedaald. Dan moet je alweer uitkijken naar hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen. Het beroep blijft zich ontwikkelen, er komen steeds nieuwe ontwikkelingen. Er is heel veel dat je kan bijleren zonder in een klaslokaal te komen. Dus blijf je bijscholen. Er zijn zoveel sites waar je gratis trainingen kan volgen. Edith Kastelen, inspecteur van verplegende en verzorgende beroepen, gaf aan de geslaagden mee om te alle tijden te proberen een voorbeeld te zijn in het werk dat ze zullen verrichten. Ook herinnerde ze de geslaagden eraan dat het echte werk nu pas zal beginnen. Nu, want dan ga je de verantwoordelijkheid krijgen. Al die tijd heb je gewerkt met de verantwoordelijke boven u. Maar nu ga je echt de verantwoordelijkheid dragen over een zaal, over een afdeling. Wees er alle tijden een voorbeeld voor je collega's. We zijn op de afdeling als team. Als team moeten we samenwerken om de zorgvragen goede zorg te bieden. En als we die goede zorg bieden, dan wil het aangeven dat we een zegen zijn in het leven van die zorgvragen. Het is prettig om zegeningen te ontvangen, maar het is nog mooier om een zegen te zijn. Inspecteur Kastelen drukte de geslaagden op het hart om altijd een goede houding te etaleren naar de zorgvragen.